de definitie van persoonlijk leiderschap ligt misschien wel uiteen, maar voor mij gaat het echt over jezelf kunnen leiden. Persoonlijk leiderschap is voor mij het coachen van jezelf om zo je eigen gestelde doelen te behalen. En om dat te kunnen doen moet je natuurlijk heel erg bewust zijn van je eigen talenten, je eigen wensen, maar ook juist van je valkuilen en je overtuigingen. Hoe beter je jezelf constant in elk moment leert kennen, hoe beter jij weet om te gaan met verschillende situaties. Ik denk dat het belangrijk is om goed te kunnen uitspreken wat je doelen zijn en tevens om ook een netwerk op te bouwen om je informatie te kunnen achterhalen. Je kunt elke dag uit je comfortzone stappen door kleine stapjes te nemen. Voor mij persoonlijk heeft het heel erg geholpen om wel om hulp te vragen, ook al voelde dat misschien lichtelijk onprettig. Mensen denken vaak dat ze eerst genoeg vertrouwen moeten hebben om een stap te kunnen zetten. Maar het vertrouwen komt pas achteraf, nadat je de handeling hebt gedaan of nadat je de keuze hebt gemaakt. Je comfortzone is niet een vast begrip, dat is constant bewegend. Bewust uit je comfortzone stappen is heel lastig, omdat je niet precies weet waar je comfortzone zit. Begin gewoon met iets kleins, elke dag weer, en zo kun je het beste aan je groei werken. Veel young professionals die willen carrière maken en ze willen een gezin en ze willen veel reizen en ze willen heel veel, omdat hun omgeving het van ze verwacht. En persoonlijk leiderschap gaat er juist heel erg over van wat wil je zelf. En ik geloof heel erg in op het moment dat je die dingen doet die je werkelijk zelf wil doen, dan maak je als vanzelf carrière en dan ga je als vanzelf de dingen doen waar je blij van wordt.